Hoi, dit keer een vlog over het grote waarom om te investeren in floreren op de werkvloer. Wat blijkt? Floreren is serious business, ontzettend leuk en aanstekelijk om er werk van te maken samen met je team. Ik heb een storyboard gemaakt om de business case achter floreren wat meer te illustreren. Linksbovenin zie je een normaalverdeling. Wat blijkt in het midden? Dat we een middengroep hebben van ongeveer 2/3 van ons dat zo functioneert. Zij beseffen dat ze vol potentieel zitten, maar dat ze dat potentieel nog niet helemaal benutten. Het mooie, goede nieuws is dat zij allemaal het potentieel bezitten in die middengroep om door te groeien naar floreren. Daarnaast zie je een hand met een hartje. Dat handje met dat hart staat voor onze universele behoefte om tot bloei te komen. Dat blijkt een universeel doel in ons leven te zijn. Vaak behoorlijk superieur, eerlijk gezegd. Dat andere doelen in je leven bewust of onbewust ten dienste staan van het doel om te floreren in je leven. Daarnaast zie je allerlei drakenkoppen. En die staan voor mij symbool voor alles dat floreren in de weg staat. Denk aan je beperkende overtuigingen, je angsten en al die gekke, irritante, soms schreeuwende stemmetjes in je hoofd. Van ik ben niet goed genoeg, anderen zijn beter. Voor mij is die grote droom niet weggelegd. Ik blijf wel gewoon in die baan zitten, ook al voel ik me af en toe angstig. En zo kunnen we van allerlei stemmetjes hebben. We hebben stemmetjes. We zitten vol drakenkoppen, maar we zijn die drakenkoppen niet. En daaronder zie je allerlei tekst staan. En wat blijkt is dat floreren serious business is. Dat er ook echt een business case is om op de werkvloer te investeren in meer floreren. Want wat blijkt, dat florerende mensen ook echt florerende organisaties maken. Dat florerende mensen gelukkiger zijn. Creatiever in het oplossen van problemen. Dat ze een rijker netwerk hebben. En dat klanten en collega's met hen weglopen. Dat is ook niet zo gek, want als je floreert, als je goed functioneert en je goed voelt, is het logisch dat anderen graag bij je in de buurt willen zijn. Wie wil er niet aangestoken worden door oprecht enthousiasme? Kortom, florerende mensen maken florerende organisaties. En wat blijkt, floreren is ook heel aanstekelijk. Als een positief virus, als een olievlekwerking, kun jij zelf werk maken van meer floreren op de werkvloer en je teamleden aansteken. Je kunt op floration.nl inspiratie vinden. Je kunt mijn gratis praktijkgids voor floreren downloaden. En je vindt daar nog veel meer. Heel graag tot de volgende vlog. En voor nu een hele fijne dag. Floreer de dag, want voor je het weet, is het morgen.